Renault Antwerpen. De auto's van stad. Dit is Moesti 4 jaar geleden op zijn vaste plekje op de Dageraadplaats. Van hieruit hield hij 20 jaar lang het plein in het oog. Een paar weken geleden kreeg hij zijn ontslagbrief. Voor de buurt is het vertrek van Moesti een harde noot om te kraken. Dat was een soort rustpunt voor jonge ouders bijvoorbeeld, voor oudere mensen die hij ook hielp, voor toeristen, dus noem maar op. Hij was hier een vaste plek op het plein zelf, een aanspreekpunt. Ettelijke van mijn kleinkinderen die rondlopen, die vinden die man de baas van het plein, daar kijken ze naar op. Die bewaakt hun fietsjes, hij kent ze bijna stuk voor stuk met naam, dus dat gaat de kwaliteit van het plein met een hele klap achteruit duwen. De dienst Samenlevingsopbouw zegt het budget dat altijd naar Moesti ging liever te investeren in wijken waar er grotere problemen zijn dan hier. Moesti heeft bruggen gebouwd tussen bewoners, jongeren, handelaars en bezoekers op de Dageraadsplaats en Zurenborg. En wij geloven dat er voldoende sterke mensen zijn die die bruggen verder kunnen dragen. En wij zullen in Borgerhout en Antwerpen-Noord onze sterke schouders zetten op plaatsen waar dat mensen dat ook nodig hebben, dat er daar bruggen worden gebouwd. Onzin volgens de bewoners. Zij vrezen dat het plein binnenkort weer zal worden geteisterd door dealers en hangjongeren. Het is een kwestie van tijd. De Dageraadplaats is een zeer aantrekkelijke plaats voor drugdealers, voor mensen die alle soorten dingen willen doen. Als hier geen enkel toezicht is, geen enkel rem op is, ben ik ervan overtuigd dat binnen de kortste keren we dezelfde toestanden meemaken dan 10, 15, 20 jaar geleden. De bewoners sluiten niet uit dat er nog acties zullen volgen om het ontslag aan te vechten.